zien hier dat het bad nog steeds 25 graden is. Dat is de temperatuur waarop het zwembad is gehouden. En nu wordt het tijd om de verwarming aan af te zetten. En naar filtratie. We drukken op oké. Dan drukken we op min. Tot we smart tegenkomen. Minimum temperatuur 12 graden. Maximum temperatuur 25 graden. Antivries laten we op aanstaan. Als hij er niet op staat, kan je heel simpel met plus of min wijzigen als de groene balk erop staat. De tijdsblokken van 8 uur tot 9 uur 30, van 9 uur 30 tot 16 uur, van 16 uur tot 23 uur. Met snel, medium en langzame snelheid. Die blijven behouden. Wat gaat er nu gebeuren? Maar op het moment dat we op oké drukken, springt de smart functie op. Als we nu naar het hoofdmenu gaan, dan kunnen we hier zien SMT on. De verwarming staat nu af. Het bad is nog steeds 25 graden. Dus nu, op deze moment, gaan we de volledige tijdsblokken volgen. Vanaf het moment dat het bad begint af te koelen, gaat de OxyLife zelf berekenen hoeveel tijd hij nog moet filteren. Dus zoals je kon zien, het water was nog proper. Er lagen nog wel wat bladeren in, die gaan we nog moeten uitscheppen voor de winter. En nu op de smart gaan we elke dag het bad zien afkoelen en gaat de pomp minder en minder en minder filteren. Tot onder de 12 graden. Vanaf het moment dat het bad 12 graden is of minder, dan gaat elke tijdsblok de pomp 5 minuten opspringen. Daarna merk je dat de temperatuur effectief onder de 12 graden zit en gaat de pomp stopgezet worden. Op deze manier bespaar je geld zonder dat je eigenlijk moet omkijken of naar je zwembad. Het enige wat je nog af en toe eens moet kijken, is de pH-waarde nog correct? Zit de ORP nog correct? Dus nameten in het zwembad dat er sowieso niet te veel chloor in zit. Maar aangezien we minder en minder gaan filteren, gaat er ook minder en minder chloor aan.